Veel katten zitten op dit moment midden in de rui. Oftewel, de warme winterjas maakt plaats voor een dunner zomerjasje. Veel catlovers worden er lichtelijk gek van. In deze video ga ik je alles vertellen over de rui, het verharen. Ik geef je veel bruikbare tips wat je vooral direct kunt gaan oppakken, maar ook tips wat je beter niet kunt doen. Een hot onderwerp op dit moment en dat is het verharen. Heel veel kattenhaar in huis. En heel veel kattenbaasjes worden er lichtelijk gek van. Ik word dus ook plat gebeld door kateigenaren of ik ze alsjeblieft uit de brand kan helpen. Daarover later meer. Om deze verhaarperiode iets draaglijker te maken, heb ik dus allemaal interessante tips voor jou verzameld. Allereerst wil ik tegen de mensen zeggen die geen kat in huis hebben, maar twijfelen om een kat te nemen, maar die misschien niet zoveel zin hebben in kattenhaar in huis. Geen populaire uitspraak die ik ga doen, maar neem geen kat. Op het moment dat ik deze video opneem, is de rui in volle gang. Ik heb zelf 3 katten, dus ik kan er goed over meepraten. En ik ben natuurlijk fulltime kattentrimster, dus ik zie heel veel kattenhaar. En ik heb dat volledig geaccepteerd, dat er gewoon nu heel veel haar in huis is. Ik heb dan ook een hele goede relatie met mijn stofzuiger. De tip die ik als eerst wil delen is: accepteer dat een kat haar heeft en dat er een vachtwissel plaatsvindt. Oftewel, die katten gaan allemaal haar loslaten. Want het is hartstikke normaal dat een kat een vachtwissel heeft en dat er dus haren in huis zitten. Verhaart jouw kat nou meer dan vorig jaar of verhaart het zo verschrikkelijk extreem? Ga eens langs de dierenarts. Want er kan namelijk ook een medische oorzaak achter zitten. En er kan ook iets van stress achter zitten. Ben je bijvoorbeeld net verhuisd? Is er een nieuwe huisgenoot? Een baby misschien wel? Dat kan zomaar de reden zijn dat de kat extra haar loslaat. Overmatig kammen. Het is super aantrekkelijk dat je denkt, ik ga gewoon elke dag die kat kammen hoor. Des te meer ik eruit krijg, des te minder op de vloer zit. Maar wist je dat je daarmee juist dat verharen stimuleert? Mijn advies is dan ook om wel elke dag een vachtcontrole uit te voeren. Je voelt dus lekker door die vacht heen of er niet beginnende klitten of misschien wel vilt zit. Daarnaast ben je alert op teken, op vlooien, maar ook op misschien wel lichamelijke ongemakken of wondjes. En probeer dat kammen dus te beperken tot 1 à 2 keer in de week of alleen maar dan ook de probleemgebieden aan te pakken. En wat dus ook heel belangrijk is, is om dan de juiste materialen te gebruiken. Gebruik geen ontwolharken, geen dingen met mesjes. Dat is er alleen maar voor om de vacht uit te trekken, af te snijden en kapot te maken. Ik heb er een hele aparte video over gemaakt welke kammen je beter wel en niet kunt gebruiken. Kijk die vooral eventjes, want er staan superhandige tips in. Maar mijn tip is, gebruik een grove metalen kam en een slikkerborsteltje. Deze kammen zijn vacht- en huidvriendelijk en zijn er niet voor gemaakt om die vacht kapot te maken of er maar zoveel mogelijk haar uit te trekken. En wat je wel elke dag kan doen, ik ga een hele grappige tip delen voor de mensen die het nog niet weten, dat is de microvezeldoek. Super suf klinkt het, maar deze kun je dus elke dag gebruiken. De vachten zijn op dit moment ook super statisch en ook daar werkt dit doekje heel erg goed tegen. Want soms dan raak je je kat aan en dan krijg je al gewoon een schok. Maar als je deze licht vochtig maakt, niet heel erg nat dus, maar gewoon een beetje licht vochtig, dan kun je er elke dag de kat mee afhalen. En daar haal je alleen maar de losse haren weg. En dan ben je niet die vachtcyclus helemaal aan het verstoren, waardoor dus een kat meer gaat verharen. Dit is echt een super tip. Ik gebruik dit zelf dus ook elke dag bij mijn katten. Lichtvochtig, alle katten even afnemen. Het losse haar is weg en dat heb ik dus niet in huis. Mocht je een kat- en vachtvriendelijke set willen aanschaffen voor je kat, je vindt hem in mijn webshop. Wist je dat voer ook een grote rol kan spelen qua vachtconditie en of de kat dus extra verhaart? Ik ben absoluut geen voerexpert, dus ik ga hier geen merken noemen wat wel en niet goed is. Ik weet daar te weinig van, want de kat moet het ook nog maar net lusten, hè? Want ze zijn ook nog eens vaak heel kieskeurig. Maar wat voor tip ik sowieso heb is, als je nog geen nat voer geeft aan je kat, probeer dat eens uit. Want ik zie daar grote resultaten mee.
Je hoeft echt geen bakken met natvoer te geven. Maar elke keer een klein beetje, elke dag, met een beetje aanlengen met water, kan al echt heel veel verschil maken in of een kat extra gaat verharen. Extra vocht kan nooit kwaad bij een kat. Dus zet wat extra bakjes water neer of bijvoorbeeld een drinkfontein. Ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van die van de Miauw Store. Alles daarover vind je hier in een linkje in de beschrijving. Maar het is goed om daar ook eens naar te kijken. Wat voor voer geef je en wat zit erin? En kan dat misschien verbeteren? Dan zul je ook zien dat soms de vachtconditie van jouw kat ook verbetert. En dan de vraag, kan ik jou helpen als kattentrimster bij het verharen van de kat? En ik kan daar eigenlijk geen eenduidig antwoord op geven. Een trimbehandeling kan zeker wat verlichting geven, maar het is geen wondermiddel. Ook daarna zal de kat haar loslaten. Ik werk vachtbesparend en katvriendelijk. Wat betekent dat ik geen katten ontwol? Ik trek niet met een hark met mesjes al die ondervacht eruit. Maar ik geef nooit een garantie, trouwens die is er ook niet, dat de kat daarna geen haar meer loslaat. Want dat zal ongetwijfeld namelijk wel gebeuren. En dan krijg ik ook nog wel heel erg veel verzoekjes dat mensen zo gek worden van het haar in huis. Dat ze zeggen, scheer die kat maar kaal, dan ben ik tenminste van het haar af. En nee, dat doe ik niet. Vind ik daar wat van? Daar vind ik zeker wat van. Een kat heeft die vacht gewoon nodig. Als een kat geen vilt heeft, dan hoef je hem ook niet te scheren. Die vacht zorgt er juist voor dat die tere huid beschermd blijft. Het houdt natuurlijk de kat warm tijdens koude dagen en koel tijdens warme dagen. Maar het beschermt ook tegen UV-straling, tegen scherpe takjes, een vechtpartijtje en dat soort zaken. Verharen is voor mij dus geen reden om een kat te scheren. En je wil je kat dit natuurlijk ook niet aandoen. Een kat met gezonde, niet klittende vacht is veel gelukkiger dan dat hij helemaal geschoren is. Dit zijn helaas wel de maanden waar ik heel erg veel moet scheren. Hoe komt het nou? Die katten zijn allemaal verveeld. En dan is scheren de enige oplossing. Maar hoe komt dat nou? Dat ga ik jou uitleggen. Je ziet in oktober, november zie je die vachten dikker worden. Ze worden voller. Waarschijnlijk maak jij veel foto's ook van je kat. Net zoals ik. Als je dan kijkt naar foto's in de zomer en in de winter, dan zie je daar vaak een groot verschil tussen. En zo'n kat moet dan de hele winter doen met zijn dikke winterjas. Die winterjas gaat slijten. Je ziet soms ook zelfs dat het steeds brozer wordt. Ik vergelijk het altijd met gespleten haarpuntjes. Ik voel dat altijd direct dat ik weer naar de kapper moet. Want dan denk ik, oh, het begint eigenlijk een beetje samen te kleven. En ook dat zie je bij katten. Het wordt brozer, het kan sneller gaan klitten. En het is op een gegeven moment gewoon op. En als jouw kat nou klitgevoelig is, dan zie je dat dat heel makkelijk samenkleeft en kan uitmonden in klitten of vilt. En dat kan heel snel gaan. Van een klein knoopje kan het in binnen een mum van tijd kan dat uitmonden in mega viltplaten. De vacht gaat slijten, hij wordt dus broos. En je ziet dat die vacht dan een beetje blijft zitten tussen al die andere haren. En dat het dus heel makkelijk kan gaan filten. Ik had laatst een dag met 8 katten en ik moest ze bijna allemaal helemaal scheren. Ik heb hier zo'n stuk wat ik van één zo'n kat heb afgeschoren. Dit zat op de rug. Het is ongeveer 5 centimeter dik. Het is knetterhard. En je kunt eigenlijk al voorstellen hoeveel ongemak en pijn dit bij een kat meebrengt. En dan krijg ik wel eens privéberichten en dan zeggen mensen van, ja, maar dat kan de eigenaar toch voorkomen? Dat zou kunnen. Maar eventjes geen commentaar op de eigenaren. Elke kat heeft een eigen verhaal. Er zit eigenlijk bijna altijd wel een verhaal achter waarom het niet is gelukt om de kat eerder te brengen. Dus daarom zeg ik ook altijd bij mijn video's geen commentaar op de eigenaar. Je weet niet wat voor verhaal erachter zit. Maar heb je nou een kat die snel klitten en vilt krijgt en wil je dit voorkomen? Zet dan een reminder in je agenda dat je in december, januari, februari extra goed elke dag bij de kat even voelt. Kom je nou klitten en misschien al wel veel tegen en gaat het jezelf niet lukken? Neem dan contact op met een katvriendelijk en vachtbesparend kattentrimster. Die vind je op kattentrimsters.nl. Resumé, samengevat. Kan dus niet elke dag, dat is absoluut niet nodig, maar voel wel elke dag. Als je kampt, probeer dat 1 à 2 keer per week te doen en desnoods alleen de probleemgebieden. Gebruik daarvoor katvriendelijke en vachtvriendelijke kammen. En accepteer dat verharen nou eenmaal bij een kat hoort. Ik hoop dat je iets aan deze tips gehad hebt. Mocht je nog vragen hebben, stel ze eventjes hieronder. En ik zou de winnaar bekendmaken van de likmat van de vorige video. De winnaar zie je hier. Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd! Stuur even een mailtje naar info@perfectekat.nl en dan zorg ik dat de likmat zo snel mogelijk naar jou toe komt. Vond je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog en je zou mij super supporten door even te abonneren op mijn kanaal. Dat is helemaal gratis. En dan zie ik jou weer bij de volgende video.